We zijn in Koffiecompagnie De Slechte in Den Haag. Het is het nieuwste vestiging in Den Haag. Maar jij hebt groot nieuws. Ik heb best wel groot nieuws. Sinds vandaag word ik ook captain in Rotterdam. Centraal. Wordt een RET-filiaal. Dus ondergronds bij de metro. En het gaat over een paar maandjes open. Oké, wanneer ongeveer? In mei? April? Ja. Ja. Wordt het een grote zaak? Het wordt een drukke zaak, maar het wordt niet groot qua oppervlak. Dus er zijn geen zitplaatsen waarschijnlijk. Het is alleen maar to go. Maar het wordt echt super druk. Ja. Hopen we. Ja, er zitten nu zo ongeveer 15 verkooppunten al, hè? Ik zag het in het filmpje inderdaad. En er komt dus ook een nieuwe Starbucks erbij. Maar wij zijn de leukste mensen. Dus ik hoop dat dat gaat werken. Ik bedoel, als ik klant zou zijn, dan kom ik ook naar ons. Dus, ja. Als je captain wordt bij de Coffee Company, wat is een beetje een traject? Moet ik aan denken, moet je dan 2 jaar werken of 3 jaar, 4 jaar? Dat verschilt heel erg. Ik werk er nu 4 jaar. Een jaartje was ik tussenuit gegaan en dus 3 jaar echt als barista. Maar normaal gesproken, de meeste captains die ik ken, werken er al een paar jaar. Dan zo weer door. In hoeverre kan je een eigen stempel drukken op een vestiging als captain? Nou, dat verschilt ook per winkel. Bijvoorbeeld Sporty Boten, hier verderop, heeft Lex gewerkt en Nathan ook. En die passen heel erg bij de zaak. En als je daar binnenkomt, dus het leven geeft echt zo'n authentiek gevoel. En het is echt Nathan, vind ik, geworden nu. Maar bijvoorbeeld, kun je ook wat ik krijg? Dat zal wel moeilijker worden, want er is niet echt een winkel. Het is echt to go. Mij doet er een bar en ik heb er echt doorheen. En dus het wordt best wel moeilijk om een stempel begrijp te zetten daar. Maar ik denk als ik gewoon een heel leuk team heb, dat moet bijna toch wel gaan doen. Woon je in Rotterdam? Nog niet, maar ik ga er wel heen verhuizen. Dus als je tips hebt, let me know. Het is wel de bedoeling dat ik zo snel mogelijk erin ga. Nou, heel veel succes en wij zien elkaar dan mei waarschijnlijk, hè? Ja, kom maar langs. Gezellig. Melbourne. Oké, doen we.